Hey Dimitri, we zijn er weer. Wat vind je van mijn bloemetjes? Bloemetjes, wat heb ik hier aan in een groene rommel hier? Zet je mijn werk aan het controleren? Uw werk, ja. En mijn centen, voor zover dat die er nog zijn. Hè. Amai, precies goed gezend vandaag. En heb ik er geen reden voor? Die vernieuwde garage van Roos hier uit de buurt, die pakt hier al mijn klanten af. Kan ik nu nog overleven? Kuitenbroekjes als ik, die moeten er één voor één aan. Je hebt uw naftpomp toch nog? Naftpomp? Het is precies of iedereen die rijdt met water rond hier. Ik denk dat ze u eruit hebben. Dat ze zomaar allemaal laat zotten, hè. Wat houdt er nog aan dat ik hier ben aan Estelle staf te draaien voor een appel en een ei? Je zou er nog een eind aan maken, hè. Met al die misère rond uw kop. Ja, is mevrouw Koppenstof van plan om te beginnen te werken of gaan ze nog eerst de bloemetjes water geven? Nee, zeg maar wat ik moet doen, hè. Ga maar een koord zoeken dat ik me kan ophangen. Ik ben bui om verschuppen zot te werken. Wat gaat u doen? Tuttenfruttenbollen maken! Er is meer mee verdiend dan mijn auto's. Te veel. Voilà. Hier. Het is een virus. Amai, je kijkt zo vies. Onweer op komst. Veel erger. Allee. Je bent zo bleek. Er is toch niets gebeurd? Nee, ik kom maar zeggen dat het niet goed gaat met DDT. Ja. Hij zit echt zwaar in de putten. Is er nooit goed geweest? Toortje, dat is zijn eigen schuld, hè. Ja, maar ik zit ermee, hè. Hij noemde mij zelfs mevrouw Koppens. Dan is toch erg met hem gesteld, toch? Ja. Laat hem toch doen. Het zijn zijn eigen luizen die bijten. Ja. Wat wilt je nu, zo'n chagraar? Allee, school. Op DDT. En dat we rap vanaf mogen zijn. Ja. Zeg, die koffie die is koud? Dat moet ik niet hebben, zonne. Geeft mij maar een porto, Oscar. Ja. Oscar, pak ons allemaal iets, hè. Ja, maar het zou zelfs kunnen dat ik mijn job ga verliezen. Ja, zeg, dat is ons probleem niet, hè. Dan kom jij hier maar wat helpen tappen, Doortje. Ja. Dat kan ik het begin niet, zeg, morgen staat ze hier. Zeg, Oscar, wat denkt jij van ons? Ja, maar DDT, hè. Die heeft zelfs plannen om zich op te hangen, zeker. Pascalke, tap nog eens een dag schotelen met een krijkolke van ze smaken. Zeg, ja. En wel, is dat uw antwoord om de mens te helpen? Merci dan. Het is weg, denk ik. Voelt u al wat beter nu? Oh! Maar Dimitri. Oh, het is niet waar. Hallo met een 100. Kunt je direct naar DDT OK-kaars komen? Ja, achter het veld van de kampioenen. Het is voor een zelfmoordpoging. Tja, er komt precies een ambulance van bij DDT. Die zal er gaan tanken zijn, hè? Ach, waarom rijdt hij dan zo rap weg? We zullen zijn prijzen gezien hebben, zeg. Dit heeft geprobeerd van zich op te hangen. Bent je nu content? Het is de schuld van u allemaal. Hè? Geen een van u die een beetje respect voor hem toont. Ik
kom, Doortje. Kom, kom, ga even zitten. Allee, Xavier, sta recht vooruit. Oscar, ja. Maak eens een koffie voor haar. Dat de kampioenen zo'n egoïsten waren, dat wist ik niet. Oscar, hoe zit dat met die koffie? Mijn machine apert. Doortje, leg eens uit. Ben gerust. Ik had u allemaal gewaarschuwd, maar geen een van u die mij wilde geloven, hè? Als we van u alles moeten geloven. Doortje, hij is toch niet helemaal... Hij ademde nog toen de ambulance hem kwam weghalen. Ja. Maar als hij het overleeft, dan wil ik dat het gedaan is met DDT te pesten. Ja. Die mens die moet geholpen worden. Well, anders heb je allemaal een zelfmoord op je geweten. Dat is wijsgesproken, Doortje. Nou, de vraag is natuurlijk hoe wij hem er terug bovenop kunnen krijgen. Ah, een boom die scheef groeit, die krijgt ook niet meer recht. Ja, misschien ons een bak een keer meer bij hem laten smeren of zo. Ja, of een keer meer gaan tanken, hè? Ja, met uw verroeste velo zeker alleen. Oh, nee, gewoon het tegenovergestelde doen van wat je nu doet. Gedaan met pesten en met plagen. Iedereen leeft vanaf nu een beetje meer met hem mee. Ah, wel, Doortje. Ik ben echt fier dat je zo'n initiatief wilt nemen. Ja, voilà. Hier is uw koffie. Ja, dat werd ook tijd, hè? Ik kan er toch ook niet aan doen, mijn machine aperde, zeg. Ja, er apert nog wel meer aan u. We zullen direct een keer bellen naar de kliniek, hè? Ja, we zullen een keer vragen hoe dat met DDT is, is het goed? En als hij nog leeft, dan kunnen we eerst gaan denken wat we voor hem kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld... We gaan er wat meer blauwe letters mogen niet zitten, hè? Dat je die buurt gaat, wat die doek uit te wapperen en ik vertrouw daar niet. Anders komt. Mannen, daar is hem! Ja! Allee, allee, allee. De glimlach, hè? Het koolhoofdpaks, hè? 1, 2, 3, 4. Lanzalee! Wat dan? Zing mee. Ik ken die tekst niet. Ja, doe dat eens op. La la la. Hip 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 hip! Hoera! Hip hip hip! Hoera! Bravo! Het proficiat. Ja, dat is blik. Kom, Dimitri. Allee, wat kent de vent daar nu van? Dat is best! Hier, zeg! En nog een, niet? Ik denk dat je nog in een eeuwjaar, hè? We hebben nog een verrassing voor u. We gaan verschieten. Ja, we hebben uw garage helemaal opgekuist. Ja. Maar het is niet waar, hè? Zeg, je hebt de gast laten staan zoals hij stond, hè? Of kan ik hier niks meer terugvinden? Ja, maar... Wat vind je ervan? Dat is mooi. Dimitri, deze is van ons. Heb je dat al wel gezien, zeker? En dat is die van ons. Ja. En dat is die van onze voorzitter. Ja, iedereen heeft bloemen gekocht, hè? Punt uit. Ik heb ook nog een verrassing. Daar in het bureau, hè. Kom maar eens zien, ze kan. Zeg, ik heb mijn plechtige communion al gedaan, hè. Ja, maar. Je gaat verschieten, salamanneke. Hier, zie. Twee van mijn kampioenen. Perkje en Polleke. Dat hadden we nu toch echt niet moeten doen, hè? Ja, wat is u van harte gegund? Allee, bedankt voor de bloemen. En de vogels, hè? Zonder dank, Dimitri. Dus graag gedaan. En je weet het, als er problemen zijn... Wij staan altijd voor u klaar. Ja, je komt maar af, hè? Ja, maar dat weet ik, ja. En toch vond ik dat DDT er niet goed uitzag. Die kringen onder zijn ogen, dat is niet in orde. Ja, alleen maar, wat wilt je dat ze er op één dag niet uit, hè? Maar hij reageerde zo vreemd, hè? Pas maar op dat weet niet een van zijn trucken is. Maar hoe is dat nu toch mogelijk, hè? Die man is nog maar net aan de dood ontsnapt en je zet hem hier al aan het zwart maken. Hela, een beetje kalm is, zeg. Nee, maar het is toch waar? Het is door die onnozele reacties, hè, dat zo ver is kunnen komen. Jij bent ouder dan ik, hè, maar je hebt geen grijntje mensenkennis. Dat heeft hem nooit gehad, Bieke. Oké, ik zeg al niks meer.
Jij bent verplicht om hem te helpen. Maar je moet dat wel willen doen, hè? Als ik nu eens lekker voor hem zou koken. Haal hem niet in huis, zeg. Wat eet nu zo'n vrijgezel? Blik in diepvriesrom. Koken? Ja, koken. Voilà. Koken. Fire officers have rescued 12 men and women. Ik vraag mij af hoe het met mijn twee vogels is bij DDT. Die zal toch weten dat hem die eten moet geven, zeker? Zeg, die knopjes marcheren goed, zeker? Wat ga jij doen? Ja, eens telefoneren naar DDT. We moeten die mensen voor zo'n prullen niet lastig vallen. En mijn twee vogels laten verhongeren, zeker? Ierse, depressie. Een complex van geestelijke veranderingen die optreden wanneer iemand aan een of andere spanning wordt onderworpen. Voorkomen. De patiënt niet te veel alleen laten, de geest niet te zwaar beladen en geen tv kijken. Ja, maar... Morgen zit jij er ook mee. Patiënt niet bij de pakken laten zitten en bemoederen. Ho, wie had dat gedacht dat ik mijn moedergevoelens nog zou nodig hebben voor DDT? Moedergevoelens voor dat mormel daar, ja, maar ik voel er weinig van. Ja, als je elke avond direct in slaap valt, dan kun je dat niet voelen, hè. Pico, slaapt je al? Nee. Maar ik heb wel goesting. Als jij nu met DDT een natuurwandeling zou gaan maken. Wat? Ja, dat zie je van hier. Maar toe, dan leert hij toch nieuwe dingen kennen. En kan hij wat genieten van de buitenlucht. Dat zijn zaken, hè. Allee, of hij zie je mij al met Dimitri zo in de bossen. Toe, Pico, laat uw groot hart eens zien. Ik zal u eens wat anders laten zien. Kom hier. Nee, ja. Wij gaan uit een toon vallen. Al de kampioenen doen iets. Dat moeten al de kampioenen weten. Kom. Ik heb hoofdpijn. Allee, het is goed. Ik zal Dimitri meenemen op natuurwandeling, oké? Kom hier, dat ik je beloning geef. Kijk, dat is Erika. Dimitri staat er met je voeten op. Oh. Kliet, zeg, zal het gaan, ja? Een van onze mooiste steltlopers. Voorstellen. Kliet! Kliet! Je moet hem imiteren, Dimitri, dan kunnen we hem makkelijker benaderen. Kliet! Kliet! Als die nog niet weg is, dan is de stok door. Kijk, Dimitri, een blauwe reiger. Waar? Ik weet geen niks. Huh? Ah, maar op de Dimitri, kun je niet uit de top bekijken? Ja. Ik versta echt niet goed dat jij niet in die natuurwandelingen zit. Hier. Hier staat er nog eens. Openbare verkoop van bouwmaterialen wegens faillissement. Dat is er al deze week, hè? Allee, wat gaat die mens nu gaan beginnen? Allee. Zijn je gereed, Dimitrieke? Uw pauzeke is gedaan, hè? Allee. Kom. Krantje weg. Ja. Waar waren we gebleven? Vraag 16. Je hebt een afspraak met je beste vriendin om te gaan winkelen. Maar je hebt er geen zin in. Hm? Wat doe je? A. Je belt haar af. B. Je laat niets van je horen. Hm? C. Je gaat erop af,
Want misschien valt het toch wel mee. Wat zijn dat voor onnozele vragen? Mooi doen niet jij. Ik moet vaststellen hoe erg het met Dimitri gesteld is. Ja, zeg, hoe meer vragen dat je stelt, hoe erger dat wordt, hè. Tja, daar staat hier niks van in dat artikel, hè. Ik word nog zot van al die toestanden, hè. Ja, ja, dat klopt. Want in uw geval komt dat heel dikwijls voor, hè. Oeh. Ja. Allee, stop ermee, Carmen. Je ziet dat het alleen maar erger wordt. Zeg, je denkt toch niet dat ik zot aan het worden ben, hè? Oh, nee, Dimitri, nee. Nee, niet zolang dat ons Carmenneke op u past, hè? Allee, zet u eens flink recht, hè? En drinkt u teken op. Zo, zeg. En je moet wat meer karakter tonen, hè? En je moet u toch niet zo laten gaan, hè? Kijk het toch. Wat doen we nou vooral hier? Carmen, ga jij maar naar het café. Ik zal wel voor Dimitri zorgen. Ja? Ja. Ja, dat is dan goed, hè. Maar als ze dat nu nog eens probeert, hè, dan is dat wel uw schuld, hè, Dora Koppes. Jij hebt mij professionele hulp geweigerd. Vergeet dat niet, hè. Salut. Zeg. Wat denkt hij wel? Zeg, Doortje. Hm? Wat denk je wat ik voor mijn garage zou kunnen krijgen als ik die zou verkopen? Verkopen? Maar dat is toch niet nodig? Je ziet toch hoeveel vrienden dat je hebt en wat dat ze allemaal voor je doen. Nee, rust jij maar een beetje, hè? Dan ga ik nu even naar het café. Ja. Om mijn thermos bij te vullen. Ja, maar, hè? Ik ben direct terug. Ja, maar, doodje. Zouden die dat nu echt allemaal mijnen, zeg? Voilà. Oscar, ja. Een koffie. Ja. En vul deze thermos eens met heet in plaats van met lauw water. Ja. Doortje, hoe is het nu met hem? Oh, een vogel voor de kat, hè. Daarse, ze wil geen hulp van iemand die het kan weten. Door uw professionele hulp wordt het alleen maar slechter. Ja. Dat is pure kwakzalverij, dat van u. En uw bemute niet zeker. Oh. En? Is het nu beter of slechter? Ik zal even proeven. Nee, nee, ik bedoel Dimitri. Zeker niet beter. Hij spreekt nu zelfs van zijn garage te verkopen, zeg. Allee, zeg, verkopen? Dat is geen slechte gedachte. Nico, zij er niet beschaamd. Ja, Doortje, als hem niet content is in zijn garage, dan moet hij ze verkopen. Zo simpel is dat. Zeg, hij probeert me niet meer te vragen om hem mee te pakken op natuurwandelingen, want anders hang ik mee op. Ja. Ik zeg altijd, vergeet niet te leven. Ja, ja, als u een draad doorknippen is het gedaan. Pascalke, steek de kraan nog eens in mijn pint. Ja. Als jullie er allemaal zo over denkt, dan ben ik hier weg. Ja, maar zeg, een nieuwe koffie? Drink hem zelf op. Allee, wat heb ik nu misdaan? Dat is niet erg. Zet die maar op mijn rekening. Ja, ja. Ja. Zeg je. Ik was vergeten dat ik nog een randivoeken had. Allee, zo dringend. Waarom? Je vergeet je pint leeg te drinken. Ja, maar het wil niet goed zakken vandaag. Ga erbij. Oscar. Ja, ja, ik zal zelf eens proeven. Oscar, ja. Kom eens mee. Kom. Ja, maar die... Xavier, het is de kans van ons leven. Wel? Ja, je hebt stoppen in je oren zeker? Niet gehoord misschien dat DDT zijn garage gaat verkopen. Ja, en dan? Ah, wel, onze levensdroom kan nu eindelijk uitkomen. Een superritte openen. Een superrit? Ja. Jij bent niet goed in uw knikker zeker? Vergeet het maar, nooit van mijn leven. Allee, ik zou... Allee, elke dag nieuwe producten proeven. Ja? Allee, alle soorten sterke drank. En alle soorten bier. Je weet niet wat dat je mist. Ik zal er eens over nadenken. Nadenken zal ik wel doen. Doe jij maar wat ik zeg. Ja, maar. Ja, zwijg. Oscar, begrijp je dat nu niet? Gaat dat er nu echt niet in? Nee, dat is te veel in één keer. Hè? Oh. We dromen al heel ons leven van een eigen huis. En wel, nu hebben we de kans. We kopen de garage van DDT en we zetten er een villa op. Heb ik? Oh ja, tof. Niks tof. En wie gaat dat allemaal betalen? Oh, we vragen aan Boma om hier een paar muren uit te breken. En dan maken we er een café-restaurant van. Ja. En daar betalen wij ons villa mee af. Voilà. Pascal, je bent zot. Hij snapt het nog niet, hè? En mijn voetbal dan? Ah, die blijft. Ja. De supporters die zullen honger hebben na de match. En dan blijven die allemaal eten in ons restaurant.
En s'avonds duiken wij met ons drieën in het zwembad. Welk zwembad? Ah, wel, ons zwembad. Oscar, als je iets doet, moet het goed doen. Bon. Oh, merci, hè, paakje. Ja, maar... Ik wist wel dat jij zou bijdraaien. Bon. We moeten heel lief zijn tegen DDT. Ja. En als we hem goed soigneren, dan zal hij wel aan ons verkopen. Ja. Maar dat blijft onder ons, hè. Hé, hey, begrepen? Een momentje, hè. Wel, Dimitri, je zit er al vet bij te trekken. Ja, dat gaat, hè. Heb je iets nodig? Ik? Nee. Ik kwam even binnengesproken. Gewoon, doe gewoon verder. Zeg, die kampioenen, dat zijn nog wel een keer gasten, hè. Al, ik vind het nu toch echt sympathieke kerels. Zeg, wat zit je daar aan toe? Kampioenen? Zo, gasten, hè. Dimitri, wat ik wou zeggen... Wat denkt u ervan wanneer ik u eens zou uitnodigen om mee te gaan bij mij naar de nachtclub? Dat is dan afgesproken. Ja. Vanavond kom ik u oppikken maken. Hè? Wives en champagne à gogo. En? Hoe gaat het met onze jongen? Oh, beter, zoals je kunt zien. Hè? Dus vanavond, hè? Onze afspraak. Niet vergeten, hè? Ik voel toch een paar stresspunten in uw nek. Ja. Ga die zitten, ik zal dat eens masseren. Kom, ja, kom. Kom eens hier, ze. We zullen dat eens arrangeren. Hè. Zo, ze. Oh. Oei. Ja, dat doet toch deugd, hè? Dat is zeker, dat. Ja. En als je wilt, zal ik u eens een paar keer per week goed onderhanden pakken. Ja. Hè? Ik heb het nog gezegd, hè, dat we vroeger moesten komen. Ja, Pascal. Voilà, we zijn weer laatst. Dimitri, ja? Wij komen u uitnodigen voor vanavond een lekker etentje bij ons thuis. Dat zal niet gaan. Vanavond is Dimitri al mijn gast, hè, in de pussycat. Dimitri... Ja? Morgen dan. Ja, dat zal ook niet gaan, want dan geef ik Dimitri een bio-energetische acupressuur. Ja, dat is dan spijtig, hè. Dimitri, dan nodig ik u uit voor een volledig weekend aan zee met de familie Krukken. Waar dat jij mijn rug mocht invrijven met zonneolie. Hoe, dat mag toch niet voor uw bepalen? Ja, ze zijn op je kop gevallen, zeker? Daar komt niks van, hè. En waarom niet? Ja, Dimitri, dat is toch een garagist? Die kent toch iets van olie, hè? Zeg. Ma. Hallo, architectenbureau Carlier. Ah, zit jij het zelf, Mark? Dag, het is Balthazar hier, hè? Ah, Balthazar Boba? Ja. Zeg, ik heb hier een garage en ik zou dat willen verbouwen tot grillroom. Zou jij daar eens kunnen een plan voor maken? Ja, pas op. Het is een fameus stuk, hè. Het is 11 meter op 19. En... Ja, abel, ja, maar wanneer mag ik eens komen dan? Abel, dat is goed, dat komt mij goed uit, ja. Prima, tot morgen dan, hè. En bedankt, hè. Ja, Mark. Hoe, Doortje? Je bent nog niet naar huis? Nee, nog even uw plantjes water geven. Oh. Schoon plantje, hè? Zeg, hoe zit dat nu eigenlijk in de haak met de kampioenen? Hoe bedoelt je? Maar ja, dus ik had eerst het gevoel dat ze me dus een farce wilden lappen, maar allez, ik begin nu toch stil aan te denken dat ze het menen. Of is dat zo niet? Maar jawel, Dimitri, wij kunnen u echt niet meer missen. We hebben allemaal ingezien sinds uw ongeval, dat jij er gewoon bij hoort en iedereen die wil dat laten zien. Elk op zijn manier. Ik had dat nooit verwacht van de kampioenen. Amuseert je maar een keer goed vanavond. Ja. Je hebt dat echt verdiend. Ja. Allee, tot morgen, hè. Berken en polleke. Hier, die
die keuken. Ja. En hier het zwembad. Ja, ja. En daar rond allemaal gazon. Ja, ja. Oh. Amai, zeg, jij ziet er ook fris uit. Ben ik gisteravond in dat grote gevallen, zeg, met die Dimitri in de pussycat. De pussycat? Heeft het toch overleefd, zeker? Pure afgang, ja. Begon al bij de entree. En was in een paar de studie afgegeven aan de vestiaire om geld uit te sparen. Ik zet hem daar een poep op zijn schoot, hè. Makker. Ik geef dat mensen de duw dat ze bij haar cinema in de dansloer valt, hè. Ja, maar als je nu denkt dat die van op heel die avond iets serieus heeft gedronken, paar broemen. Oh, dat had jij ook beter gedaan. Ja, maar ik mag niet meer binnen in de pussycat, hè. Boma, nog ooit iemand meenemen, jamais de ma vie, hè. Voorzitter, je hebt al meer gedaan dan dat je moest doen. Niks is mij nog zoveel waard, Oscar. Kom, geef me rap de koffie, want ik wil gisteravond zo rap mogelijk vergeten. Geen probleem. Ah, hier is ze, onze nachtvlinder. Jij stopt niet meer, zeker? Hé, la moeder, ik heb de koffie besteld. Hé, Oscar, gaat het niet om? Mijn machine appert weer. Dat van Xavier soms ook. Pascalke, een dagschotel. En binnenkort kunnen wij ook een dagschotel aanbieden. Verkopen in uw superet. Wat? Wat? Een superet? En waar zou die dan moeten komen? Ik zeg niks meer. Hè. In de garage van DDT. Dat kan niet. En waarom niet? Daar komt mijn villa. Oh. En mijn zwembad. Oh, laat me niet lachen. Waar ga jij dat van betalen? Van potscherven zeker? Ja, zeg Carmen, dat is uw probleem niet. Dat zou ik toch wel eens eerst willen zien. Oh. Dames, je moet hier niet beginnen fantaseren, hè, zeg. Want in de garage van DDT komt er geen superette. Oh, nee, zeg. Nee. En ook geen nieuwe villa. In de garage van DDT komt er een grillroom. Oh, toch niet met uw boma-worsten, zeker? Nee, ik zal er uw billetjes op leggen. Nee, ik meen het, hè. Pas op, dat is toch goed voor de opbrengst van de ploeg, hè? Ja, voor u zeker, ja. Mijn kapitaal moet opbrengen, hè. En wel, nu valde jij mij tegen. Ja, jij bent een egoïst. Wat een hypocriete egoïst. Ja. En ik die wou lenen van u. Jij? Ik ja? En, hoe was het nu in de pussycat? Ja? Ja. Hier. Zelf gebakken. Zeg, eigenlijk moet ik toch de kampioenen bedanken voor al hetgeen ze voor mij gedaan hebben. Hè. Ik heb me nog nooit zo goed niet gevoeld. Denk je er nu echt nog aan om je garage te verkopen? Mijn garage? Verkopen? Allee, Doortje, dat is mijn levenswerk. Ja, omdat je gezegd had dat? Ja, maar een mens moet zo een keer alles op een rijtje kunnen zetten, hè. Ah, dat is tof, Dimitri. Mwah. En nu? Ik zou nu even naar het café willen gaan. Om mijn thermos bij te vullen. Ja, maar, ga maar. Zeg, en dat steekt op geen 5 minuten, hè. En ik kom straks ook. Ik heb nog een verrassing bij voor de kampioenen om hen te bedanken. Ik zal zeggen dat je eraan komt, ja. Hè? Superrit en niks anders. Voilà. Ja, ja, ik ken dat. En hier elke zaterdagmorgen 100 auto's voor de deur. Gedaan met uitslapen. Ja, dat is hetzelfde met een grillroom. Ja. Alleen is dan tot de kot in de nacht. Ja, dat is die waarop. Ja, maar dat is niet zo met een villa. Ik heb dan eens gedacht hoeveel ruiten we in een villa kunnen uitzotten. Ja. De clubkas die betaalt dat terug. Ja. Ik denk er nog niet aan. De mensen willen een superrit en ze zullen erin krijgen. Basta. Jongens, nu heb ik toch goed nieuws, hè. DDT gaat zijn garage niet verkopen. Nee, dat was maar een bevlieging. Wat zijn dat voor manieren, zeg? Ja, maar zo moeten we niet beginnen, want dat gaat om eigen leren kennen. Zeg, gezegd is gezegd, hè. Wat denkt dat stukje garagist wel? Ja. Met wie zijn voeten speelt hij eigenlijk? Hier gaat mijn zwembad, zeg. Ik had dat kunnen denken. Heeft er allemaal weer schoon ingeluisterd? Je hebt toch altijd gezegd dat hij niet te vertrouwen is? Dat is dus allemaal opgezet spel. Ik zal hem eens een massage geven, zeg. En met dieptewerking. Ja. Ja, maar waarom ben je nu niet content? Hij zit nu toch terug op het rechte pad. Ja, jij hebt hem opgestookt, ja. Echt? Ja, omdat jij geen centen hebt om die garage zelf te kopen. Ja, nu gaan we het helemaal krijgen. Ja. Charmin, nu zijn we te ver gegaan. Pascal, geef jij mij eens de warme koffie. Voort!
Beste vrienden, beste kampioenen, hiermee wil ik u bedanken voor de moeite. Ik stel onze vriendschap geweldig op prijs en daarom wil ik met dit kleine gebaar vrede sluiten voor altijd. Pas op, champagne van 1500 frank de fles. 2005, ja, dat gaan ze niet geloven, hè. Champagne van 1500 frank de fles. Ja, zeg, er is genoeg voor iedereen, hè. Niet dringen, alsjeblieft. Dat klinkt, hè, ja. Zeg, Doortje, DDT zou komen, hè. Is dat nog voor vandaag? Hij zal in Seffen staan en dan zal ik zeggen wat voor toffe vrienden dat hem heeft. Oh, niks te doen. Hij gaat zijn bekomst krijgen deze keer. Ja. Goeiedag. Oh. Allemaal. Beste vrienden, beste kampioenen. Wat zeg je? Met deze vrienden? Ja. Houd dan maar voor u. Oh, ons doen geloven dat ik uw garage wou verkopen. En die zelfmoord, dat was ook maar komedie zeker. Zelfmoord? Ja. Maar wie heeft dat gezegd? Dat is het laatste van wat ik zou aan denken. Ik ben gewoon aan de elektriciteit blijven plakken. Oh. Nee? Ja, dat had het dan toch wel eens kunnen zeggen, hè. Maar dat heeft nooit mij iemand gevraagd. Allee, je hebt ons dus weer allemaal goed bij onze rekker, ja, hè. Maar jij kunt mijn lidkaart betalen in de pussycat, hè, Sarel? Ja, maar ik heb speciaal voor u deze verrassing meegebracht. Dat is champagne van 1500 frank de fles. Popwater met gasbroebel zeker. Je mocht u een brol houden, karotten. Waar is dat, Gaia? Ja, nu niet de licht op de grond hier, zeg. Hoe is er maat voor gewerkt? Hola. Ja. Dat is echte champagne. Ja. En weet je wat dat gekost heeft? Ja, maar ja. Dimitri, dat hadden we nu echt van u niet verwacht, hè, man. Ja. Dimitri, ik denk dat ze allemaal een beetje te ver zijn gegaan. Ja. Sorry, DDT. Sorry! Te laat, prullenmannen, dat je daar staat! En die vogels van u, dat is denk ik de kastrol. Zult er nog van horen, hè? Ben de potterstompers! Ja, dat zijn de potterstompers. Amai, zeg. Zo kwaad heb ik hem nog nooit niet gezien. Allee, we kunnen er dan toch nog eerder op drinken. Ja. Wie moet er allemaal een glasje champagne hebben? Ja. Kom, zet deze. Ja. Ga jij aftrekken? Allee, Oscar. Geef me dan toch maar een straffe koffie. Ja. Ik ook voor de eerste keer in mijn leven. Ja, en geen lauwen is. Allee, kom, waarom niet? Allee, pa, allee. Pa, kom voor mij. Momentje is zeg. Allee,